In het weekjournaal van deze week een frappante voetballer, Maurice de Ruiter. Maurice, welkom bij DVS TV weekjournaal. Hallo. Hallo. Hey, Maurice, ik ben echt heel benieuwd, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Met mezelf. Qua voetbal kan het nog zeker beter. Ja, je hebt echt moeite gehad om op gang te komen. Mede door die vreselijk vervelende blessure die je hebt opgelopen in die uitwedstrijd tegen HSC, oefenwedstrijd. Ja, ik heb nadat ik fit ben, geworden weer toch wel een beetje rondgelopen met angst. Dat ik na één schop weer terug bij af zou zijn. Maar dat is langzamerhand weggegaan en... Nu probeer ik gewoon in vorm te komen en de oude Maurice te laten zien. Ja, ja. Je kunt nu in principe wel helemaal weer voluit gaan. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. En is er altijd een deel van het publiek, dat is altijd wat aan de kritische kant van jou. En dat denkt van, ja, echt, dit jong dat doet niet helemaal 100% zijn best. En daar hoor je nog wel eens wat van, of niet? Ja, dat ik keek laatst ook weekjournaal met Roald, die heeft hetzelfde. Dat wij nogal nonchalant overkomen, flegmatiek, ja, dan. En de mensen zien graag hardwerkende jongens, opgestroopte mouwen. En dan heb ik het ook nog wel vaak koud, dus heb ik handschoenen aan. Ja, dat werkt allemaal niet mee. Precies, het is precies zoals je het zegt. Vroeger had je bij PSV ook Romario de Sousa Faria. En ken je hem nog? Ja, hij was altijd moe, toch? Ja, die was altijd moe. Maar die deed echt de meest geniale dingen als die bal maar in zijn voet kreeg. En daar trakteer jij ons ook met name op, denk ik. Ja, alleen dat moet dit jaar nog meer worden. En daar ben ik hard aan voor aan het werk om weer op niveau te komen. Dus, ja, ook voor jezelf? Doe je tussen de trainingen door nog voor jezelf ook wat? Ik ga naar de sportschool gewoon 's ochtends of overdag. Ik ben thuis ook wel een beetje bezig met balletje en zo. Maar... Balletje, balletje. Ja. Dat is weer wat anders, balletje. Ja, dat is zeker wat anders. Maar je kent het wel, balletje, balletje. Nee, maar ik lul gewoon mee. Kijk, prima. Nee, maar die twee doelpunten. Ja, toch weer twee doelpunten zaterdag. Het had er één meer kunnen zijn, maar daar kom je weer terug op dat nonchalante. Daar deed ik wat te makkelijk over. En, die stift, zeg maar, waarvan mensen dachten dat die zat, die moet ik gewoon strak erin schieten. Maar goed, dan ben je tegenstander speelt lager als ons, dan gaat het een beetje, de concentratie is dan wat minder en dan het afwerken ook. Oké, nou heb je verleden jaar natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Hè? En zeker fantastisch ook met in het oog dat je daarvoor toch de teleurstelling had van een mislukt profavontuur bij Go Ahead Eagles. Hè? Toen ik terugkwam was het vooral erg wennen. Ja, het is toch heel anders. Ik bedoel, daar spelen jongens die allemaal iets te goed zijn of veel beter zijn voor de topklasse. Die snappen het spelletje supergoed. En dan kom je terug en dan is het toch even wennen dat het wat minder loopt vergeleken met daar. En voor mezelf ook, het voetbal is toch hier meer, of op dat hoofdklasniveau, meer man op man. En nu in de topklasse merk ik ook dat het toch wat meer in de zone verdedigd wordt. Ja. Dit is wel uitdagender voor je, denk ik, de topklasse ten opzichte van de hoofdklasse. Ja, ik heb het wel eens met Roald ook over gehad. Dit hebben jongens als hij en ik wel nodig om weer verder te kunnen groeien. Want ja, vorig jaar heb je ook wedstrijden gezien, was het voor ons gewoon te makkelijk. Ja, klinkt een beetje arrogant misschien, maar ja, nu krijgen we tegenstanders waar we elke week 100% voor moeten zijn. En ja, dat spreekt ook meer aan. Op die manier moeten we ook meer uit onszelf halen. Ik snap precies wat je bedoelt. Hey, weet jij wat van Ali Akla over komende zaterdag of niet? Ik heb gehoord dat hij de zaterdag helaas niet bij zal zijn. Dat is voor ons
ja, een aderlating, mag je wel zeggen. Want ja, dit jaar doet Ali het, trouwens vorig jaar ook. Ali doet het altijd top. En dit jaar net iets meer. Hij heeft het op zijn heupen, laat ik het zo zeggen. Hij heeft het inderdaad op zijn heupen. Nou, als ik zie die hele lange sprint tegen IJsselmeervogels. Dat was toch een koddige sprint, Maurice? Hè? Ja, zeker. En, die is voor jou te lang, zo'n sprint? Ja, ik heb wat langere benen. Dus ik heb wat minder passen nodig. Nee, maar Ali is gewoon topspeler. Iedereen heeft ontwikkelpunten, Ali ook. Maar het is een jongen die keihard werkt, wie dingen van je aanneemt. Ja, ik zei het toen ik bij Eagles zat, had ik ook een interview samen met hem. Voor de wedstrijd DVS-Eagles. Toen zei ik van Ali heeft ook de capaciteit om bij een BVO te kunnen spelen. En ja, nu met zijn verkiezing voor Irak onder de 23... Ja, je weet nooit hoe ver dat, tot wat dat kan leiden. Ja, zit het bij jou nog wel eens in je achterhoofd? Dat je misschien nog eens een keer een profavontuur tegemoet kan zien? Of ben je daar eigenlijk alweer een beetje te oud voor? Ja, je bent nooit te oud. Maar ja, ik focus me gewoon op hoe het nu gaat maatschappelijk. Op mijn gezin, op mijn kinderen. Ja, als het komt, dan sta ik ervoor open. DVS is ook een club die hun spelers dat gunt. Maar voor nu focus ik me gewoon op de topklasse en DVS. Ja. DVS heeft natuurlijk ook veel voor jou gedaan, zeg maar. Want ja, die steekt niet onder stoelen of banken dat ze heel graag met jou verder willen. Nee, klopt. Ik denk dat het merendeel weet niet eens de helft van wat DVS voor mij gedaan heeft. Dus voor mij heeft DVS ook altijd een speciale plekje. Het geldt ook voor de kritische supporters. Alleen soms is het wat moeilijker om daarmee om te gaan. Precies, precies. En dat kwam onder andere Marco Jansen van de Stentor tegen. Maar goed, daar heb jij natuurlijk verder helemaal niks tegen de pers. Nee, sowieso. Marco is ook vaker bij mij gewoon thuis geweest. Dus is een aardige kerel. En ik heb ook tegen hem gezegd dat het absoluut niet aan hem lag. Dat dacht hij eventjes, maar... Ja, je gaat vanavond weer lekker trainen en dan op naar HHC. Dat is me toch wel een pot, hoor. Ja, het is weer een grote tegenstander. Een mooie club. Dus ik ben benieuwd wat voor plan de trainer dit keer heeft. En wij gaan verrassen. Verleden jaar speel je eigenlijk stijf veel op links. En nu ben je wat meer zwervend. Ook door een iets ander systeem. Wat doe je liever? Ja, vorig jaar stond ik op papier linksbuiten, maar toen liet ik me meestal naar het middenveld zakken. Om van daaruit, of tussen de linies, om vanuit daaruit gevaarlijk te kunnen worden. Of een andere aanvaller voor de goal te zetten. Dit jaar heb je jongens als Heiri, Kai, Yassin wordt steeds beter aanvallend. En Mike Arens doet het dit jaar erg goed. Dus heb je wat meer jongens die rol ook kunnen pakken. Dus ja, het liefste ben ik degene wie tussen de linies komt. Maar goed, dat gaat nu. Dat is nu telkens een verschillende speler. En dat is ook moeilijker te verdedigen voor de tegenstander. Dus. Ja, okay. Het is wel een heerlijk voetballend team, hè? Zeker. Ja. Okay. En ga dat zaterdag ook weer doen tegen HHC, Maurice? Ja, dat gaan we met z'n allen zeker doen. Van mij mag het weer zo'n mooi karambolletje zijn als de afgelopen zaterdag zo via de lat en dan de rug van de tegenstander. Boom. Ja, dit keer doe ik het via de lat dat hij in één keer over de lijn gaat. Oké, okay, hartstikke goed. Bedankt. Ja, top. Ronald Hoek, een van de pechvogels, mag je rustig zeggen. Verleden jaar die wedstrijd tegen VVOG. Oh, ik zie je wegstrompelen. Ik denk, einde carrière. Einde carrière? Ja, dat dacht ik echt, Ronald. Nou, dat was niet het geval, want ik zit hier weer met redelijk fit. Ja. En dan was je fit en had je een paar wedstrijden gespeeld in tweede. En dan krijg je weer een klap. En dan denk ik, oh, wat moet je dan sterk zijn om weer terug te komen? Ja, onkruid vergaat niet, dus laten we daar maar een beetje op houden, Piet. Ja, oké. Okay. Hey, hoe gaat het? Al revaliderend of ben je nu al echt weer volop bezig?
Nou ja, ik ben redelijk volop bezig nu. Ik heb afgelopen donderdag heb ik weer mijn tweede domein getraind. Wel een terugslag weer in mijn knie gekregen. Dus even één stap weer terug om er hopelijk eind van de week weer twee vooruit te doen. En hopelijk richting eind volgende week weer aan te kunnen sluiten. Misschien de wedstrijd met twee te kunnen pakken. En een stap terug uitzicht dan in wat vocht op één hoping of niet? Ja, vocht in de knie. En dat geeft dusdanige reactie en stijfheid ook in mijn knie. Dat hij daardoor gewoon heel moeilijk te bewegen is. Dus we gaan nu eventjes kijken hoe het een half uur uit drie kwartier gaat. En dan dat weer langzaam uitbouwen. Ik weet er alles van, Ronald. Een beetje vocht in de knie. Ja, maar die van jou is iets erger. Ja, maar het gaat ook met mij gewoon de goede kant op. Maar ik ben nog niet echt helemaal in shape. Nee, nou ja, dat mag je ook niet verwachten. Bij jou is natuurlijk een wat kortere periode. Maar ja, ik ben ondertussen ook alweer acht maanden veel onderweg in totaal. Nou ja, twee keer op operatietafel gelegen. En ja, op een gegeven moment ben je er wel klaar voor om het tentoon te spreiden op het veld. Je wil voorlopig nog wel het accent blijven leggen op de trainingen en nog niet zozeer op de wedstrijden. Ik schat van na de winterstop of misschien al wel daarvoor toch? Nou ja, als ik het programma bekijk, dan spelen we officieel op 19 december nog een pot. Ik weet niet of dat is nog competitie in die week daarvoor. Of in die... Rijnsburgse Boys uit, dacht ik. Ja, klopt. Volgens mij is de wedstrijd weer op gras. En die week daarvoor spelen we voor de beker tegen Sparta Nijkerk 2. Nou, dat lijkt me een mooi moment wellicht om daar de aansluitingen te pakken. En dan heb ik vanaf nu nog een week of vier om daarop te gaan richten. Maar ja, mijn focus nu ligt op de training van vandaag en dan de training van donderdag. Dus ik kijk echt van week tot week. En het is mooi als je ergens naartoe kan werken. Maar ja, bij mij is in mijn situatie ook alweer gebleken dat het niet altijd een garantie is dat je dat eindpunt ook gaat halen. Ja, precies. Hoe kijk jij tegen het eerst aan? Hoe vind je dat ze het doen in die topklasse? Nou, ik denk dat we ons eigen stempel erop drukken. En dat wij als DVS zijnde een eigen manier van spelen en een eigen manier van trainen hebben ontwikkeld. En ja, dat het publiek daar zich achter kan schalen. En het ene moment gaat het wat beter dan de andere keer. Ja, dat resulteert ook in een aantal wat rare uitslagen wellicht ook voor de buitenstaanders. Maar ik denk de mensen die bij de wedstrijden zijn geweest, ja, die herkennen we absoluut een DVS waar ze graag naar kunnen kijken. Ja, we hebben toch alweer diverse hoogtepunten achter de rug. Ja, nou ja, ik denk dat het niet. Dus ik hoop dat het daar niet bij blijft en dat we er nog een aantal mogen bijschrijven. En dat jij dan daaraan mee mag doen. Ik weet niet of dat een hoogtepunt is, maar voor wel een persoonlijke. Absoluut. Ik wens je er heel veel succes mee, jongen. Yes, dankjewel, Piet. We hadden het er in de voorbeschouwing met die bekerwedstrijd tegen Go Ahead Kampen al over. En het is eigenlijk precies zo gegaan als waar we een klein beetje bang voor waren met z'n tweeën. Nou, moet ik even goed nadenken weer, Piet, wat het precies was. Want, We hadden het over die snelle, wendbare jongetjes voorin. Die snelle voorhoede, Go Ahead Kampen. En dat het toch best een lastig ploegje was. En dat bleek ook zo te zijn, volgens mij. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik ook wel van... wij komen op 3-1 voorsprong. En op dat moment kopt volgens mij Christian nog een bal tegen een lat aan. Ja, eigenlijk moet zo'n wedstrijd gewoon beslist zijn. Hè? En ik denk als je dat op dat moment gewoon die wedstrijd gewoon binnenhaalt. Dat je dan gewoon een hele goede wedstrijd speelt tegen de koploper van de eerste klasse. En nu krijgt zo'n wedstrijd eigenlijk weer een hele andere wending. Dat iedereen weer erover gaat praten van ja, als dit of als zus of als zo. Ja, dat is aan de ene kant wel zo. Maar ik vind wel dat wij gewoon naar die 3-1 hadden wij niet meer in de problemen mogen komen. Precies. Het is ook een mooie wedstrijd voor bijvoorbeeld zo'n persoon als David van de Groep om weer eens even lekker in het ritme te komen. Ja, nee, dat is ook zo. Hè. Dat zijn mooie gelegenheden om spelers erin te zetten, hun kans te grijpen. Laten zien wat ze in huis hebben, dat willen ze graag. In een officiële wedstrijd, dus dat zijn hartstikke mooie wedstrijden voor hun. Ja, je hebt nu natuurlijk ook weer wat meer mogelijkheden dat Christian van der Kamp weer fit is. Christian is weer fit, ja. Is lekker ingevallen zaterdag en kan gewoon volop meetrainen deze week. Dus, Nou, aanstaande zaterdag, verleden week in het weekjournaal hadden we het er al stiekem even over. HHC, toch een zeer aansprekende tegenstander. Ja, kom bij mij uit de buurt, dus ik ken de club goed. Vanuit Excelsior ken ik ze natuurlijk goed, veel tegengespeeld. Ik ken de mensen daar, ken de trainer goed. Dus ik vind het hartstikke leuk, een mooie wedstrijd. Ja, je hebt verleden jaar voor de beker tegen ze gespeeld. 1-1 of zo, als ik me dat nog goed herinner.
Ja, dat was vlak daarvoor speelden we een oefenwedstrijd en toen loten we voor de beker tegen elkaar. En we hebben 2 keer te geoefend, ook in de voorbereiding. Dus vorig jaar hebben we 3 keer tegen elkaar gespeeld. 1-1 in de beker en met penalties door. Ja, HC is niet heel erg veel veranderd, geloof ik, in de samenstelling, personele samenstelling. Maar het blijft natuurlijk altijd wel een hele goede ploeg, hè? Ja, ze hebben wel wat wijzigingen. Ze spelen ook op een iets andere manier. En het is gewoon weer een kwalitatief heel goed team. Waarin ik verwacht dat we gewoon 2 voetballende ploegen tegenover elkaar krijgen zaterdag. En een leuke wedstrijd zal worden, denk ik. Dat ligt ons wel, denk ik, Roland. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk wel dat wij de teams die ook willen voetballen hier, die zorgen er ook wel voor dat er wat ruimte ontstaat op het veld. En ik denk dat daar onze kwaliteit ook wel ligt om dan meer aan het voetballen te kunnen komen. Weet je al wat meer over Ali Akla? Ik kan jullie vertellen dat ik goed nieuws heb. Ja, is dat echt zo? Nou, we verwachten Ali gewoon terug. Dus ik heb begrepen dat hij even denken de 26e, dat is donderdag dacht ik. Dat hij dan terug gaat vliegen. Dus hopelijk gaat alles gewoon goed. Zeker mooi. En niet geblesseerd? Nee, nog niet. Nog niet. Ik heb hem maandag voor het laatst gesproken. En toen kon hij nog lopen. Dat hij zich maar goed focust op die vliegtuigtrappen. Ja, rustig aan doen. Nee, rustig aan doen, ja, oké. Goed, heel veel succes de wedstrijd zaterdag. We gaan het zien hoe dat gaat verlopen. Dankjewel, mooie dag van maken. Hè? Gaan we doen. Oké, bedankt. Ja.